Hoe bereken je de vierde evenredige? Wel, zoals we weten uit de theorie is een evenredigheid altijd een gelijkheid van verhoudingen. In symbolen voorgesteld als de verhouding A op B en de verhouding C op D. En die twee verhoudingen zijn dus gelijk aan elkaar, vandaar het gelijk aansteken. A noemen we de eerste term, B de tweede term, C de derde term en D de vierde term. En nu is de vraag, bereken de vierde evenredige? Dat wil dus zeggen dat je een rijtje gaat krijgen van drie getallen, min 2, 7 en 6 bijvoorbeeld. Ja? En dat gaan dus onze eerste, tweede en derde term zijn. En dan moeten we de vierde term gaan berekenen. Nu, die getalletjes die staan al in volgorde. Min 2, dat is onze eerste term. 7 is onze tweede term. En 6 is onze derde term. En de vierde term, die kennen we niet, die gaan we dus voorstellen aan de hand van x. In dit geval krijgen we dus min 2 staat tot 7, is gelijk aan 6 ten opzichte van x. En als we nu onze hoofdeigenschap van evenredigheden gaan uitvoeren, dan krijgen we min 2 maal x is gelijk aan 6 maal 7. We zetten daar iedere keer mooi onze dubbele pijl tussen, want dit is een gelijkheid en dit is een gelijkheid. En die twee kan je van elkaar gaan afleiden, maar die zijn onderling niet gelijk aan elkaar. Als we onze vergelijking verder gaan uitwerken, dan gaan we eerst altijd dit gaan uitrekenen. En dan pas gaan we gaan overbrengen. De min 2, er staat een maal tussen, wordt gedeeld door min 2. Dus dan krijg je 42 gedeeld door min 2. Bij een factor neem je je teken mee. Of tenslotte krijg je x is gelijk aan min 21. En dat wil dus zeggen dat we dan de verhouding krijgen. Min 2 staat tot 7, zoals 6 staat ten opzichte van min 21. En met het trucje met de pijltjes kunnen we dit controleren. Bovenaan hebben we maal min 3 gedaan. Dan zou je ook onderaan maal min 3 moeten gedaan hebben. En in dit geval is dit correct. Dus dit was de controle. En zo bereken je dus de vierde evenredige.